vrouwen die de Nederlandse ploeg de goede weg wezen vandaag met de eerste race. Hoe blij zijn jullie met brons? Ja, heel erg blij. Ik kan het nog niet helemaal geloven, denk ik. Het is toch al even geleden. Ja, voor ons is het sowieso de eerste keer. ja, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Heel erg blij. Ja. Ja. Je hebt hem om je nek nu. Jullie zijn al op het podium geweest. Zijn aan alle clichés waar dat dat fantastisch en geweldig is? Ja, een beetje onwerkelijk eerder dan iets anders. Je kunt je dan nog niet echt een heel goed gevoel bij plaatsen. Dus, waarom niet? Ja, weet ik niet. Omdat het zo ver van je af stond altijd. En dan weer je uitgesteld. En dan is het bijna niet te bevatten dat het nu echt is of zo. Want wanneer kwam dan het moment dat het wat dichterbij kwam? Moest je daarvoor in Tokio zijn? Ja, ook wel, maar ook weer niet, weet je wel. Ja, het is zo'n soort van een droom waar je eigenlijk de laatste jaren van je carrière gewoon zo naar gefocust hebt. En dan is het gewoon heel gek dat het echt is of zo. Maar ik denk dat ik het ook wel besef. En ik zat Roos al een beetje te knijpen. Ja, het is gewoon heel gaaf. Ja, knijp elkaar maar. Dat kun je even een beetje erin krijgen. Ja, het is ook nog natuurlijk een bizarre week geweest voor jullie. Hoe heeft dat een rol gespeeld? Ja, ik denk... We zijn ondertussen wel wat gewend, denk ik. Het was een bizar jaar, een bizarre week. En we hebben gewoon heel duidelijk een doel waarvoor we hier kwamen. En ik denk dat we ondertussen heel goed getraind zijn om gewoon elk moment dat we het anders loopt. Eigenlijk iedere keer, het loopt altijd anders dan je denkt. En het is gewoon dan even loslaten en focussen opnieuw. En ja, ik denk ondertussen kan niet heel veel ons meer... Echt onderuit helpen. Ja, nog een beetje onwerkelijk. Maar ik stond gisteren bij dat Olympisch dorp en toen stonden de roeiers in de rij voor de taxi. Was dat jullie werkelijkheid? Dat jullie ook gewoon echt niet meer met... Ja, maar daar moeten we het gewoon even mee doen. En ik denk dat het met hoe de situatie was, wel het meest sociale naar iedereen toe is. Dat we gewoon geen risico's willen nemen. En ik denk dat iedereen zich daar heel, heel mooi aan gehouden heeft en zich heel goed onder gedragen heeft. En ik denk... Dat alles is wat we moeten zeggen. Is het dan ook des te knapper dat jullie hier staan met de medaille? Dat jullie als team al 3 medailles hebben gewonnen en dat er nog meer gaat komen? Nou, ik ben gewoon überhaupt super trots op iedereen die hier zo vandaag toch wel even het allerbeste laat zien. En die dames net was zo spannend en die mannen was zo spannend. Ja, het is gewoon super tof. En ik denk dat dat gewoon alleen maar de veerkracht van ons team aantoont. Ja.